Assalamu alaikum, dag iedereen. Ik hoop dat alles goed gaat met jullie. Welkom bij een nieuwe video van Food Diary. Vandaag inshallah gaan wij lever maken op, of lamslever heb ik hier in dit geval, op twee verschillende wijzes bereiden. Ik hoop dat jullie het leuke video zullen vinden. We beginnen met het schoonmaken van de lever. Ik heb hier dus een hele lever, dus een hele lamslever, die ik dus in tweeën ga snijden. Of twee, dus het zijn voor twee, zoals ik al zei, twee verschillende wijzes. Dus de helft is voor de ene wijze, voor de eerste wijze, en de andere helft voor de tweede. Dus wat doen we als eerste? We halen altijd eerst het vliesje van de lever af. Zo, voor mij is dat een gewoonte geworden. Maar ja, er zijn heel veel mensen die dat niet doen. Dus ik dacht van, ik laat het zien. Ik laat zien hoe ik dat doe. En dan keuzes aan jullie of jullie dat laten of niet. Ja, dat was het. Heel makkelijk. Dan gaan we dus onze lever in kleine stukjes snijden. En eventueel als er een paste tussen zit, weghalen. Want dat is echt niet te vreten als je lever gaar is. Want de lever hoort lekker zacht te zijn en geen harde stukjes ertussendoor. Of je kan, het is ook zo taai, je kan het ook echt niet eten eigenlijk. Dus het beste is om dat gewoon weg te halen. Waarom haal ik dit vliesje weg? Het vliesje haal ik weg, zodat die marinade er ook heel goed in trekt. En ja, ik weet niet, het krult ook zo heel erg als dat vliesje erop heen zit. Ik vind dat niet mooi, ook. Het is ja, maar de belangrijkste reden is echt omdat, zodat die marinade er goed in trekt. Dat is de voornaamste reden. Oké, dus de eerste helft heb ik in blokjes, kleine blokjes gesneden. De keuze is aan jullie, hoe groot jullie maken, zo groot hoe jullie willen natuurlijk. Dus de keuze is aan jullie. Maar ze moeten niet te groot zijn en ook niet te klein. Want, want het heeft niet zoveel tijd nodig. En dan de tweede helft ga ik dus in dunne plakjes snijden. En het is ook heel belangrijk om een scherpe mes te nemen, altijd. Hè? Dus we snijden die in dunne plakjes. Dus na het snijden ga ik het ook spoelen. Want het is sowieso, ik heb hem al gespoeld voordat ik ermee ben begonnen. En na het snijden ook weer. Want dan komt er toch nog wel een beetje bloed uit. En dan hebben we die blokjes en een uitje. Gepekelde citroen, twee teentjes knoflook, koriander en peterselie. Een kwart theelepel zwarte peper, een kwart theelepel komijn. Ik heb maar een kwart gebruikt omdat ze net gaan malen waren. Dus voor jullie zou ik zeggen, neem gewoon de helft van een theelepeltje. Komijn en een half theelepeltje zwarte peper. Eén saffraanpoeder, dus kleurstof. Maar dat is niet nodig, dat hoeft niet. Maar ik gebruik dat wel, want ik vind dat, ja, ik ben dat gewend nu. Hè. En een theelepel, een halve theelepel kurkuma. In plaats van kleurstof, dus de saffraankleurstof, kun je gewoon een hele theelepel gebruiken van kurkuma. En dan doen we gewoon letterlijk alles tezamen. En dan gebruik ik ongeveer van olie een kwart glas zonnebloemolie en olijfolie gemengd. Dus ongeveer 4 eetlepels zonnebloem en 4 eetlepels olijfolie. Dat is voor de eerste deel. Dat laten we op een heel laag vuur sudderen. Dan gaan we naar het tweede deel. Tweede gerecht. Dat zijn dus onze lever in kleine plakjes. 1 eetlepel paprika poeder, 1 eetlepel kurkuma, kwart theelepel zwarte peper, kwart theelepel komijn. En twee teentjes knoflook, koriander en peterselie. En dan gaan we weer olijfolie hier gebruiken. Ik heb geen zonnebloemolie gebruikt, alleen olijfolie. Ongeveer 4-5 eetlepels olijfolie. Om de marinade een beetje losser te maken. En ja, het is gewoon ook lekkerder natuurlijk. En dan laten we dat even staan. Totdat onze eerste gerecht klaar is. En dan pas gaan we beginnen bakken met deze tweede. Dus super simpel. Maar heel erg lekker. Voor het geval ik een vraagje krijg. Oh ja, en een kwart theelepel zout. Een theelepel zout. Voor allebei de gerechten heb ik dus voor deze kwart theelepel en de andere ook een kwart theelepel gebruikt. Maar zout is altijd naar smaak toe. Voor degene die al wilde weten. Ik had gepikkelde ingemaakte citroen. Ingemaakte citroen noemen ze dat. Ingemaakte citroen gebruikt. Ongeveer 1 eetlepel. Een volle eetlepel. Dus met pulpen al. Goed kleine, in hele kleine fijne blokjes snijden. Dat voeg je eraan toe. En dat was het. En twee grote teentjes knoflook. Zoals jullie kunnen zien. Dus ik had dus mijn uien op het vuur gezet. Op een hele laag vuurtje. Tot ik zag van oké.
het is droog, het begon droog te worden, er staat geen water meer bij. Dus heb ik een kwart theelepel, of een, zeg maar, doe maar een halve theeglas water. Dus 75 milliliter water. Gebruikt weer op een laag vuurtje gezet. Totdat onze ui echt gewoon goed gaar. Gaar is, sorry. Goed gaar is. Dus en dan pas voeg je lever aan toe. Dus je uien moeten goed gaar zijn. Je ziet echt gewoon de olie, zeg maar, aan de zijkanten van de pan. En dan pas voeg je lever aan toe. En als je je lever hebt toegevoegd, 5 minuten max. Doe een deksel erop. 5 minuten max. Niet meer dan dat. Want anders krijg je gewoon een harde bol. Dat is gewoon niet lekker. Lever hoort lekker zacht. Gewoon lekker zacht en mals te zijn. Maar dit is mijn... Dit is een van mijn favoriete manieren om lever voor te bereiden. En in mijn familieleden vinden dat ook super lekker als ik dat voor ze klaarmaak. Dit is het resultaat. Het is super lekker en die saus is heel erg lekker dik. En ja, ik zou zeggen, probeer het gewoon uit. Ik weet zeker dat jullie het lekker zullen vinden. Ik weet het wel 100% zeker. En dan gaan we verder met onze volgende lever. We pakken een pan. Laat die pan heel goed warm worden. Heet worden. En dan zetten we onze lever erin. Lever, je hoeft de pan niet in te vetten. Want je hebt al genoeg vet in je lever in de marinade. Dus gewoon een kwestie in de pan zetten en dan laten aanbakken. Of bakken voor een minuutje of twee aan elke kant ongeveer. En that's it. Meer niet. Dan krijg je een heerlijke zachte malse lever. Het is gewoon heerlijk. Met lekker een warm brood. Warm Marokkaans brood of stokbrood. Wat dan ook. Als het maar lekker vers brood is. Dan is het gewoon, heerlijk. Ik hoop echt dat jullie het zullen proberen. En laat me gewoon weten in de reacties. Want ik vind het altijd leuk om de reacties te lezen. En te zien van dat er mensen zijn die dat hebben geprobeerd. En bij wie dat goed gelukt is. En dat jullie dat lekker vinden. Daar doe ik het allemaal voor. Zoals jullie kunnen zien. Gewoon kort aanbakken. En dat was het. Zoals ik zei. Het water loopt me in de mond als ik er alleen over praat. Ik zou zeggen, dit is het resultaat. Ik zou zeggen, tot de volgende video inshallah. En dan kom ik weer terug met wat nieuws.